daarnet al de mannen van de Black Gasolines hier bij ons. En op de achtergrond hoor je op dit moment Bucklefish. Op de voorgrond vooral de mannen van Lector. Hallo, goedenavond. Hallo, goedenavond. Hey, sinds maart is jullie debuut-EP uit. Hoe zijn die reacties geweest tot nu toe? Ja, over zich waren die wel heel positief. We hebben het genoegen gehad om die eigenlijk samen met Hannes van Ramkot te mogen opnemen. Dus ja, we hebben heel leuke reviews binnengekregen. Ook van de mensen rondom ons. Dat was heel, heel leuk om te horen, ja, absoluut. Oké. Jullie komen nu net ook terug van de stage. Jullie hebben net jullie concert erop zitten. Hoe was dat? Zijn jullie tevreden? Ja, dat was echt... Het was wees. Het geluid zat goed. Het publiek was ook nice. Echt gewoon... We hebben er echt van genoten. Ik denk dat ik voor die drie mag spreken. Ja, dat is super, hè. Hier de eerste keer op Road Rock mogen staan. Het is een gekend festival en sowieso eentje dat we op onze lijst wilden hebben. Dus ja, absoluut. Genoten zeker. Oké, en met die EP hebben jullie ook een release show gespeeld. Ik heb daar een coole aftermovie van gezien. Zag er allemaal heel cool uit. Hoe is dat dan voor jullie als band als jullie dan eindelijk die EP op de wereld kunnen loslaten na al dat harde werk? Ja, dat begint met veel zweet en veel tranen en veel discussies. En een beetje geld. En veel, ja, inderdaad, wel wat geld ook. En dat is een enorm extase moment wanneer dat je dan eigenlijk in ene moment dat podium opgaat. Dat publiek is er voor u, je weet van oké, dat is een volle zaal. Was in ons hometown Oudenaarde. Ja, dat is gewoon een enorm wijs extase moment voor van oké, hier hebben we het voor gedaan. En ja... Het is gewoon puur genieten, absoluut. En het afgelopen jaar hebben jullie ook verschillende andere optredens gegeven natuurlijk. Komen er binnenkort nog andere concerten aan ook? Goh, momenteel zijn we eigenlijk ook in een soort van schrijfsessie, een schrijfmoment. Dus komen er nog aan, ja, er komen nog shows aan. Maar dit najaar gaan we ook ons vooral focussen op... Ja, waarschijnlijk een vervolg op die EP. Ik durf dat nog niet te luid zeggen. Maar we zijn er wel mee bezig natuurlijk om een 2.0 zeg maar te gaan schrijven. Hè. Dus ja, er komen wel nog wat dingen aan. Ja. Oké, keigoed. Er is dus wel nog genoeg tijd gemaakt om aan nieuwe muziek te werken de komende periode. Ja, absoluut zeker. Hè. Ik denk dat we nog veel het repetitie gehad hebben. Ja. En de nodige discussies van welke partijen en zo. Dus ja, absoluut. Ja. Ja, het is ook wel zoeken naar de nieuwe sounds en gewoon vernieuwend. Alleen proberen te zijn, maar toch ons eigen te blijven zijn. En vooral Egon ergeren. Want ja, wij willen zodanig onze eigen sound, onze edgy sound. En dan komt onze gitaarmeister natuurlijk daarvoor... Ja, enorm in beeld voor die bepaalde sound te gaan genereren en af te leveren, hè. Ja. Oké, maar een specifiek moment of een plan voor wanneer er nieuwe muziek zou komen, dat is nog ver weg, dat is er nog niet? Ja, dat is momenteel, dat zit nog allemaal in de pijplijnen. Al iets heel concreet, nee, absoluut nog niet. Ergens 24. Ja, okay. ik denk dat 24 inderdaad wel het jaar zal zijn dat we iets nieuws brengen. Maar wanneer, hoe of wat, dat gaan we zelf nog moeten zien. Ja. Oké, keigoed. Maar dus eerst vanavond in spanning afwachten tot de uitslag, tot het resultaat van deze live music contest bekend is. Lector, merci om even te passeren hier in onze zetel. Ja, geen probleem. Jullie bedankt. Merci. Quindo, Straffe Radio. Straffe Radio. Voor Jong Kortrijk.